Sony Media. Maar wacht eens even. Hold your horses. Ah! Ja, maar ik denk wel eens, komt het nou uit zijn mond? Of komt het uit zijn kop? Maar mocht Frank mee? Hamburg. Of nam jij Frank mee? Ik nam Frank mee. Leuk. Je. Favo. Rieten. Podcast. Jongens, wat leuk dat je er bent, man. Hallo. Fuckers. En dat op je maandag. Hey. Welkom, lieve kijkers, luisteraars allemaal. Je favoriete podcast. Zo heet dit wat we hier maken. Wat zit jij te denken? Er zit iets in jouw hoofd. Nee, ik zit gewoon te kijken naar jouw grappige haar. Het komt door je pet. Goed. Kijk. Even voor de fan-edits. Nee, hallo. Ik heb je echt gemist, ik heb je toch net ook al gezien? Nee, we hebben elkaar al een week niet gezien. Oké. Yes. Kom op, even de focus. Ja, focus. Oké, lieve mensen. Wat zijn we hier aan doen? Leuk dat je er bent. We zijn een podcast aan het maken vandaag. En we gaan luisteren naar iemands onderwerp. En wil je nou ook dat we naar jouw onderwerp luisteren? Dan kan je dat insturen via Instagram. Liefst met een spraakmemo of eigenlijk alleen met spraakmemo. Voordat we gaan beginnen met naar onderwerp luisteren, ik wil het even ergens over hebben. Oh. Ik had opeens een ingeving van de week. En toen dacht ik van, dit wil ik met jullie bespreken in de podcast. Nu gaat het weer van, als Julia de laatste vrouw op aarde Nee, echt niet. Dan zou ik je neuken. Nee, dat weten we nou wel, Sean. Maar hoe hard? Dat is de vraag. Nou, hup. Nee, eerst Nee. Yes! Wat is dit? Sorry, heb je gebloot of zo? Het is van jou aan de productie hand. Lacht af en toe opeens aan mij. Ja, en dan om jou. Maar ja, de raarste momenten. Dat snap ik dan wel. Hey! Oké, ik ga het even vertellen. Kijk, ik zat hierover na te denken. Ja. Want ik krijg er helemaal warm van. Ik ben dus heel benieuwd. Waarom hangt er zo'n taboe op poepen? Eerlijk, dat is toch best wel raar. Ik praat hier vaak liever niet over eigenlijk. Ja, echt niet? Jawel. Nee, jongen. Ja, is daar een taboe over? Ja, natuurlijk. Want ik bedoel, kijk, als je dan bij iemand bent voor het eerst, en dan ga je dus bijvoorbeeld, dan ga je niet poepen, want dat is awkward. Nou, ik heb hier twee verhalen over. Eén is dat ik met jullie in New York was en dat ik gewoon een week niet gekakt had. Ja, precies. Maar waarom doe je dat niet? Want ik denk van iedereen poept. Nou, we weten allemaal dat we allemaal poepen, dus waarom is het dan? Want ik heb het zelf ook. Doe dat niet en zomaar. En het tweede is, ik was een paar keer voor de eerste keer bij Jel was. Toen sliep ik soms wel 3 nachten achter elkaar met hem. Ja. En op een gegeven moment, ik ging staan, want ik moest weg. En ik krijg me toch buikpijn, jongen. Maar echt dat ik gewoon niet meer rechtop kon staan. Zo erg. Dus Jelle zei, volgens mij moet jij gewoon even schijten. Toen zei ik, nee, helemaal niet. Moet echt niet. Maar ik dacht alleen maar, als ik nu met de Uber, want ik was zo met de Uber. Ik kak in die Uber als ik niet ga. Dus op een gegeven moment zei ik, ik ga het anders wel even proberen, maar kan je anders even de tv heel hard aanzetten? Dus had hij de tv op volume 100 aangezet. En alsnog hoorde ze... Nee, ik natuurlijk heel bescheiden gewoon naar het toilet. Gelijk geen buikpijn meer. Maar toen schaamde ik me zo erg, toen moest ik huilen. Maar heb jij je mening over? Over poepen? Ja. Ja, yeah, you know how I be. Nee, just ik pooping. Heb iets gezien. Ik heb iets gezien. In een video van Frank over Lies. Ja. Dat ze vertelt dat zij gewoon echt... veel scheten laat. Ja, jullie laten scheten samen inderdaad. Dat is ook zo. Dat was echt kijk, scheten begin. Samen vind ik niet per se raar, want ik bedoel, ik laat ook wel spontaan een poep zo. Nee, wacht, ho. Wacht eens even. Wacht eens even. Hold your horses. Wacht. Jij komt met dit onderwerp over just pooping. Dat een taboe zou zijn. Ja. 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 Terwijl toen ik jou vertelde. Of wij, Lies en ik, jou vertelden over dat wij Guess the Fart doen. Dat vind ik heel goor. Dit gebeurt er dan. Dan zit Sean dus met Lies op de bank en dan zegt hij Guess the Fart. En dan zegt hij, ik denk dat het is. En dan gaat hij een scheet laten en dan kijkt of het erop lijkt. Nou, dat vind ik echt. Nou, we zijn niet meer in het stadium dat gebeurt. Ze worden gewoon gelaten. Ja, dat vind ik wel erg hoor. Ja, ik weet niet. Ik heb daar niet heel veel moeite mee. Het is ook niet omdat je al 20 jaar getrouwd bent. Omdat ze niet stinken. Jouw scheten stinken niet. Sorry, maar jouw stinkende winden, wacht even man. Hoor, ik weet niet. Jouw scheten stinken echt gewoon. Ik had het over bloem. Die van Lies, daar hebben jullie gelijk. Naar... Oh, okay. Die van mij, jongen, die van mij godverdomme. De nucleaire oorlog is er helemaal niks bij, nee, ik zweer het je. Naar bloemkool. Nou, verrotte bloemkool. Gefermenteerde bloemkool. En blauwe kaas. Het is gewoon... echt bizar wat ik kan produceren qua geuren. Ja, inderdaad. En ik ben er nog trots op ook, want als ik het soms laat ruiken, jongen, echt. Ik denk, godverdomme, dit is het enige wat ik wel goed kan. En dan denken we, ah! Ja, maar ik denk wel eens, komt het nou uit zijn mond? Of komt het uit zijn kop?
Nou, als dat uit mijn mond zou komen, dat zou pas erg zijn. Ja, maar Sjan, ik vind scheten laten bij je partner, dat moet kunnen, maar het moet niet een gewoonte worden. Nou, ik vind boeren vind ik ook niet lekker, hoor. Dat doe je ook wel eens. Ja, dat die komen bij, ja, ik heb ook smeren. Ik vind het gewoon niet chill als mensen boeren en scheten. Ik kan wel echt boeren bij jou, maar dat is ik heb altijd Nee, maar ik heb een vast moment en dat is als ik bezopen ben en dan de volgende ochtend wakker wordt en echt ga je met cola uit je ja en dan zo, ja. En noemt hij me altijd Rick van Rick en Morty. Maar het is wel minder geworden sinds ik wat beter eet en gezonder drink ook. Sindsdien boer en gas ik minder. En minder stinkend ook, hoor. Moet ik wel eerlijk toegeven. Oké, okay, ja, ik moet ook wel zeggen... Het was inderdaad... Maar jij hebt ook geen poepschaamte, want jij neemt mij gewoon altijd op als je aan het poepen bent. Nee, maar ik schaam me er ook niet per se voor als ik op de wc zit, hoor. Dat niet. Maar ik moet wel zeggen, ik hoef... Ik vind dat zo raar om jou bloot te zien op je wc, eigenlijk. Ja, ik film toch niet meer reet. Hebben jullie wel eens dat je zo erg moet poepen dat je gewoon je kleren... tijdens het poepen uitdoet. Ja, ja, dat is ja die shirt uitdreekt. Oh man, ik had het van de week, jongen. Ik had curry gegeten. En de volgende ochtend, ik denk, nou, het gaat helemaal niet goed, jongen. We hebben het al 10 minuten over poep ook, jongens. Hallo, hè. Ja, maar dat is die kakka. En deze is zo intens. Dat je ook echt, je begint een soort van in paniek te raken. Waardoor je gewoon ga je dan met je kleding uit terwijl je aan het poepen bent? Ja, ja. Oh, ja, oh, nee, ik heb wel, het shirt moet even uit. Ik heb wel, nee, dat heb ik niet. Maar ik heb wel dat ik bijvoorbeeld dan in de auto naar huis zit en denk, ik moet. En als ik dan echt steeds een meter dichter bij mijn huis komt, dat ik ook meer buikpijn krijg. En ja, dat ik dan zo met mijn wc, met mijn broek los naar de wc rem. Maar ik zit hoef je alleen nog maar af te vegen als je bij de wc komt. Ik had dus een tijdje, ik ga mezelf even exposen. Ja, doe. Ik heb dus een tijdje, ik weet niet of ik dat al eerder heb verteld. Heb ik een op Snapchat had ik een vriendengroep, of een groepje met vrienden. Hetzelfde. En gingen elkaar eens drollen naar elkaar nee, sturen. Nee. Het was dat niet. Het was zeg maar, we maakten een foto van ons gewicht op de weegschaal voordat we gepoept hebben. Oh. En dan daarna, zodat we wisten wat zeg maar het gewicht van onze drol was. Dat vind ik wel grappig. En het record staat nu op volgens mij 1,2 kilo van iemand. Nee. Ja, zeg, maar die gast die vreet ik zo. Ik word er echt nou ja, als iemand een foto van zijn kak naar mij stuurt, word ik echt woedend. Ik ga dit doen. Een zieke woede aanval. Ik ga dit doen. Nee, ik vind het echt goor. Dat hoef nou, echt sorry, niet. Maar dat was toch ook bij dat Married at First Sight, dat die chick een scheetjes-app heeft. Dat oh, vindt, ze dat die spraakmemo sturen. Ja, had ze een scheetjes-app. Ja, nee. En dan ging ze dus met haar vriendinnen zo... En dan dat versturen in een scheetjes-app. En dan ging je scrollen en zat er alleen maar spraakmemo's van scheten. Dat klinkt echt als een jongensding. Ja, maar ik vind gewoon school. Scheten... Ik word ook altijd heel agressief als Jelle scheten laat. Ja, ik hou er ook niet van, man. Goed. Jelle, het enige wat wel fijn is, dat hij niet kan boeren. Oh. Dus... Sommige mensen kunnen dat niet. Maar goed, we gaan door. Jongens, ja. Want we zitten te lang over poep te praten. Hoe bedoel je? We gaan door naar het onderwerp van deze week. En dat is niet poep. Het is namelijk... Roll the fucking sound, yo! Hallo, Stefan, Sjan en Julia. Mijn naam is Dina en ik ben benieuwd wat jullie favoriete podcast is. Mijn favoriete podcast is natuurlijk je favoriete podcast. Want ik vind het gewoon super leuk om naar al jullie verhalen te luisteren. En jullie zijn altijd zo vrolijk en zeggen altijd grappige verhalen. En Julia, jij bent natuurlijk de beste van allemaal. Maar wat is die van jullie? Doei doei! Fijn dat ik dit hoor en dat jullie het ook een keer horen. Dankjewel. Hoe heet ze? Gina? Dat was wel verzoeken, denk ik. Ik heb dat ook gezegd in de dankjewel podcast. Dankjewel dat je dat zegt, lieverd. Jij bent ook een topper. Ik heb vorige keer ook gezegd in de podcast dat jij de leukste bent van ons drie. Dat is ook zo. Dat je vingers gaat krijgen. Love you. Nee. Ik vind jou eigenlijk het leukste. Ik vind mij het leukste. Nee, ik vind jou echt... Dankjewel. Jij maakt deze podcast, oprecht. Ik denk dat als ik ermee zou stoppen, dat ook niemand meer zou luisteren. Wat denken jullie? Nou, laten we het eens testen. Ja, is goed. Ik stop er volgende aflevering niet bij. Hey, laten we even wel wezen, er is maar één favoriete podcast en die heet letterlijk zo. Natuurlijk. Ja. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Sterker nog, ik had laatst ook een ander rubriekje dat ik moest invullen. En ik zag ook dit. Favoriete podcast. Toen zei ik, ja, sorry, heel leem, maar ik luister alleen naar de favoriete podcast. Ja. Als ik het terugluister. Ik luister verder niet echt podcasts. Ik zou dan meer ingaan op het onderwerp van de podcasten waar ik bij heb gezeten. Dat ik denk, daar weet ik wat van. Ja. Maar luister jij andere podcasts? Ja. Welke zou jij kiezen? Favoriet. Ja, ik ga even een Julia poelen. Ik heb er meerdere. Oké. Okay. Ik weet dat hij gaat tegen. Dat doe je dan zelf ook heel vaak. Dat klopt. Ik heb ik luister eigenlijk al heel lang naar De Beste Smaak van Nederland. Van Ramon Verkooyen en Jan Versteeg. Wordt ook hier gemaakt.
Dit is nou, ik wil Jan even Jan Versteeg. Die heeft in zijn podcast gezegd dat hij het vies vindt als een hond in een restaurant zit. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Want hoe denk je hoe ik me daarover voelde? Jij kwaad. Ja, interne boeken. Wilde het stitchen. Ja, nou doe. Ja. Oké, okay, dat ga ik zie wel als ze die snippets voorbij komen. Ja. Vind ik wel grappig. Ja, ik vind het heel leuk. En ook omdat het over eten gaat en zo. Ja. Leuk. Daarnaast, wat een week. Van Maxim Hartman en René van Leeuwen van Dumpert. En Willem Treur. En dan gaan gewoon eigenlijk de kleine nieuwsfeitjes van de week doornemen. Maar zij hebben altijd discussies met elkaar. En deze is laatst begonnen. Dat is drie kwartjes van Wibba en Fiesefer. En die praten lekker over muziek. Dus, ja, maar die doen dat ook echt leuk. Het is zo grappig om eens een keer naar die verhalen van hun te luisteren. Dus, maar als ik moet kiezen van die drie, degene die ik altijd langs luister, is De Beste Smaak van Nederland. Oké, okay. Leuke keuze. Ja. Ik luister ook niet heel vaak podcasts. Ik luister eigenlijk alleen van mensen die ik ken, dat vind ik dan wel leuk. Ik denk dat die van Bram op nummer 1 zou zitten. Oh ja, is ook nummer leuk. 1 alle tijden. Ja. Ik vind namelijk die verhalen leuk en ja, Bram kennen we natuurlijk, dus dat vind ik altijd leuk om te luisteren. En ik luister ook wel eens naar Kai en Monica of Robert en Daan. Ja. Omdat ik, maar ook om, ja, ik vind dat als ik mensen ken, dan vind ik het altijd leuk om naar te luisteren. Anders dan doe ik dat niet zo snel. Mm. Ik heb verder, hetzelfde. Verder luister ik eigenlijk naar niks, denk ik. Ja, ik wilde ook Bram zeggen en Monica en Kai. En nou ja, ik vind Broers heb ik ook wel een tijdje geluisterd van Sam en Rijk. Vond ik ook heel erg leuk. En Borrelpraat vind ik ook heel leuk. Dat is ook, dat is heel gezellig. Dat is ook gezellig. En die snippets die ik voorbij zie komen, vind ik ook altijd heel leuk. Ja. En ja, ik heb ook wel vaak de video's of ieder jaar. Dat was dan wel echt video's die ik keek, maar van Kai. Oh ja, waar trouwens, jij ook in bent geweest. Ja, ja. Dat vond ik ook heel leuk. Want het gaat gewoon over heel erg over. Dan ben je met één persoon. En ik, nou ja, in ieder geval, ik ben een keer te gast geweest. Steve is een keer te gast geweest. En wat andere mensen vind ik het gewoon leuk dat je op zo'n manier iemand leert kennen. Ja. Zeker. Ja, maar Kai kan ook wel lekker lullig. Ja, ja, maar maandag klaagdag ook van mijn besties. Zeker. Ja, ik vind het heel lastig. Ook leuk. Ja, zeker. Ook leuk. Weet je wat ik ook heel vaak luisterde? De podcast van Maarten van Rossum. Oh, nee, dat snap ik ook wel, vind ik ook echt heel leuk. Hij weet alles te vertellen. Ja. Hij is eigenlijk, als Bram later oud is, wordt het Maarten van Rossum. Klopt, ja. Ja, dat zeker. Dat denk ik echt. Ja, dat denk ik ook, ja. Dus ik kan eigenlijk niet kiezen, hoor, jongens. Ik vind het heel lastig. Maar... Huh? Ik ga ook niet kiezen. We begonnen met, ik luister geen podcast. Ja, maar, klopt, ja. Ja, maar dan kom ik er toch achter dat ik eigenlijk wel podcast luister. Ja, 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 ik, en het ding bij mij is, ik, al die drie de podcasts, die luister ik eigenlijk iedere week sowieso. En ik vind het altijd, als ik nog meer podcasts ga luisteren, ik weet niet waar ik dat moet doen. Ja, ja, want ik als moet je wel vast altijd, luistert. Ja. Ik moet altijd, ik luister het altijd in de auto, want als ik iets anders aan het doen ben dan autorijden, zeg maar, dus bijvoorbeeld tijdens schoonmaken of tijdens sporten, dan ben ik er niet bij met mijn gedachten. Nou, nee, maar dat trouwens... maak ik me wel zorgen om. En dan ben je dus bij de podcast met je gedachten tijdens het autorijden. En niet bij het autorijden. Er is een podcast? Ja, dat is heel gek. Als ik van huis vertrek, dan ben ik altijd ineens op bestemming. Ja. Met een wiel minder. Ja. En wat bloed op mijn bumper. Nou, goed. Nee, ik wil even wat vertellen. Oh ja, oké. Okay, er is een podcast van 5 afleveringen. Nee, het is even serieus. Het is echt heel bijzonder. Waarom lachen jullie nou? Ja, Sanne is grappig. Oh. Maar dat heet warm. De Jonge Zonder Gisteren. Dat is een jongen, Jur Dijtmers heet hij. Is die gewoon speelde... vandaag geboren. Nee, Sanne, je moet niet zo... ik vind het niet leuk als je dit soort grappen maakt. Want het Hoezo? Is echt een heftig verhaal. Oh, dit is dan niet van tevoren. Dat weet ik nou ook niet. Dat ik vond het wel niet een uit. Leuke grap. Heb jij een leuke foto op je hoofd? Dankjewel. Ja, opnieuw. We gaan luisteren naar de favoriet van iemand anders. Deze week niemand minder dan Nina Waring, onze vriendin. Op A staat de moordkast. Op B, man, de podcast. C, kibbeling. D, vrouw Mibo. Nou, de laatste twee zijn volgens mij allebei podcasts die zij maakt. Of dat weet ik wel zeker. Die bovenste is van Onne die, Dionne. En oh, B ja. ken ik niet. Ja, die moordkast, dat is ook wel lijp. Ik heb toen dat geluisterd over... Ik vroeg me heel erg af wat nou het hele verhaal rondom... Het meisje wat laatst is vrijgekomen uit het schele oog. Die haar moeder, die had dat syndroom dat ze voor de kind ging zorgen als ze ziek was. Oh, dat zijn nou ook weer. Nou, daar had ik een aflevering van geluisterd, van Moordkast. Mm-hmm. Dat is echt wel een lijp verhaal. En zij doet dat ook best wel leuk. Gypsy heet ze. Ja, Gypsy Rose. Ja. Dat was het, ja. Ja, ik luisterde altijd dat Unsolved Mysteries. Mm. Dat van BuzzFeed. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan in het Engels. Ik vind het ook wel chill. Die, die Unsolved Cold Cases. Hoe heet die van Iris ook weer? Die heeft ook van die held lijpe in verhalen. Eigen verhaal. Ja, dat is ook zo. Lijpe verhalen komen daar voorbij.
Maar ik denk dat zij voor vrouw Mibo gaat. Zij gaat zeggen, natuurlijk kibbeling en vrouw Mibo, maar... Oh ja. Ja. Moordkast. Wow. Oké, okay, laten we luisteren naar het antwoord. Ik heb nog niet gezegd. Oh, sorry. sorry. Maar ik ga dan wel voor iets anders. Man, de podcast, dat totaal iets anders is. Oké. Okay. Man. Hallo, lieve vrienden van mijn favoriete podcast. Nou, mijn favoriete podcast is natuurlijk Kibbeling en de vrouw Mibo. Hoe kan het ook anders? Maar naast dat luister ik elke vrijdag naar Man, 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 de podcast. Ik heb al hun seizoenen geluisterd. Vind ik echt hilarisch. De aflevering duurt ook 1,5 uur, dus top. En ik luister elke vrijdag ook nog eens trouw Moordkast. Naast natuurlijk favoriet de podcast. Dus eigenlijk... Nou, we hadden het perfect goed dus. Ja. We zeiden Kibbeling en Vrouw natuurlijk. En dat is precies wat ze zei. Ja. En die andere twee. Thanks, Niem. Ben ik fucking helder zijn. Hoorden jullie ook dat ze een scheetje liet? Ja. Awkward. We hebben net even gehad dat dat heel raar is. Oké, nou, onze minst favorieten. Je ziet toch wel een snippets voorbij komen van een podcast die je kut vindt. Dat kan toch wel? Die je niet luistert. Die je nooit zou willen luisteren. Ja, je had dat hele ophef, toch? Met die Tamara, Maria, Taylor en die Fari Not Sorry. Oh ja, ja dat vond ik kut. Dan hadden ze gezegd dat... dan zegt die Tamara dat Sophie Hildebrand. Gewoon heel lelijk en oud is en gerimpeld. En eigenlijk al in heel de kist ligt. Ja, gewoon heel vrouwonvriendelijk. Maar Sophie, dat is allemaal opgelost. Sophie is bij haar langs geweest. Geen in zorgen podcast. Meer over maken. Ik was helemaal aan het zweten al, joh. Maar ik vind blij dat het opgelost is. Ja, ik ben het daarmee eens. Ik vond dat een kut moment. Ja, ik ook. En ik vind ook soort van... ik snap gewoon niet waarom je dat zegt. Ja. Want je wilt... bedoel, ik snap wel dat je niet wil dat iedereen... Je hoeft niet door iedereen aardig gevonden te worden. Maar nu... Ik vind dat een beetje lastig. Nee, ja. Vind ik... Weet je waar het over gaat? Of is het duidelijk? Oké. Okay. Nee, ik heb geen idee. Zij hebben gewoon met z'n drieën een podcast. En toen ging het over Sophie Hildebrand. Ja. Een presentatrice... En toen ging Tamara dus helemaal zeggen dat zij vreselijk lelijk is. En dat zij niks aan zichzelf doet. En dat ze er dood uitziet en gerimpeld. En de rest gingen allemaal heel hard daarom lachen. Maar dat vind ik sowieso met... Ik heb vaak het idee dat mensen gewoon maar wat zeggen. En niet echt doorhebben hoe dat bij een ander binnenkomt. Maar die Tamara ken jij? Nee. Weet je wie dat is? Van de Real Housewives. Kijk ik niet. En die hebben heel veel aan zichzelf laten maar doen. Maar zij is wel heel grappig hoor. Ja, maar... zeker. Maar toen heeft Sophie Hildebrand, die heeft wel gewoon de ballen gehad van, hey, kijk niet. Sophie Hildebrand die heeft een talkshow waar eerst de wereld draait door zat, zeg maar, dat tijdstip. En zij heeft gewoon wel die mensen uitgenodigd aan tafel. Oh. En heeft gewoon daar het gesprek opengelegd. Ja, maar daarna zijn ze zijn ook gegaan. Maar daarna is Sophie ook in hun podcast geweest, hè? Oh, echt? Oh, dat wist ik niet. Dus okay. Ja. Maar mooi opgelost. Maar inderdaad, ben het met je eens. Maar de podcast bestaat wel nog gewoon. Ja. Oké. Okay. Ik heb geen minst favorieten. Ik vind het ook een lastige met deze, want anders luister ik het niet. Hey, maar ik vind het een beetje een saai onderwerp podcast. Ik wil het nog even hebben over het EK met jullie. Oké. Hebben jullie het EK nog gekeken ergens? Ja, we zitten nu in het moment dat Nederland net heeft gespeeld tegen... Polen, ja, de eerste wedstrijd. Ja. Ik heb het gekeken bij de buren van mijn ouders. Dat deden we vroeger altijd. Dan gingen we eigenlijk hoeleren tussen drie huizen bij mijn ouders in de buurt. Dus in de straat. Dus de ene keer deden we het bij de buren aan de overkant. Dan daarnaast, dan bij ons. En zo gingen we dat door. En dat hebben we nu eigenlijk, na jaren, hebben we dat weer eens gedaan. Oh. Ik denk wel echt dat dat 10 jaar geleden is dat we dat voor het laatst deden, met 2014. En dat hebben we nu weer eens gedaan. Dus ik heb dat gewoon heel nostalgisch beleefd. En het was echt fucking gezellig. Want ik zie het niet heel vaak meer. Maar het was echt heel leuk. Misschien brengt het wel geluk. Want de laatste keer 2014 ging het nog goed. Zo. Daarna niet meer. Zo. Leuk. Ja. Ik heb het gewoon bij Bacchus gekeken. Bacchus Wijnfestival. Alleen daardoor zat ik er niet... Nou, ik zat er niet helemaal in. Want er stond een heel groot scherm met allemaal stoeltjes. Maar die stoeltjes waren allemaal bezet. Dus ik zat best wel achteraan. Oh, ja. En ondertussen zaten mensen naast ons zo op hun telefoon te kijken. En dat liep 3 minuten gewoon gelijk. Dat wat wij keken liep 3 minuten achter. Dus dan was iemand irritant. Dan... Woo! Oh, en dan dacht ik, oh, nou ja. Oh, dat is heel irritant. Dus ik heb ook besloten dat morgen spelen ze tegen...
Frankrijk. Ja, dus dan ga ik gewoon even thuis kijken. En dan heb ik ook de concentratie. Want ik vind het wel heel leuk. Maar ja. ik vind het EK wel heel leuk. En ik ga er ook heen, dinsdag. Ja, ja. Ook naar ja, Nederland, Oostenrijk. Ja. Ik heb dat nog nooit. Ik ben bijna nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest. Ik denk 3 keer naar Ajax of zo. EK is leuk, man. Dat is echt een uniek sfeertje. Ja, want jij was... daarom wil je dit waarschijnlijk ook aankaarten. Jij was... jij was in Hamburg. Wat is dit over een setup? Hoe bedoel je? Je doet het zelf. Jij begint over het EK. Ja, alleen maar gewoon leuk. En nu lijkt het weer alsof het om mij moet draaien. Dat ik het daarom opgooide. Wil je dat het om iemand anders draait? Nee, het moet wel om mij draaien. Ja. Maar ga jij nog meer naar wedstrijden, Stefan? Nee. Ik was met... met Coca-Cola. Ja? Yeah. Klopt, daar. Maar mocht Frank mee? Hamburg. Of nam jij Frank mee? Ik nam Frank mee. Oh, ja. Leuk. Was jij niet gevraagd? Nee. Stefan vraagt mij nooit voor dingen. Ook niet gevraagd. Ik mocht ook niet mee naar Coldplay. Ik mocht ook niet mee naar het EK. Vind verlaten ik heel enge kutplekken. En jij vond dat je meer recht op die plek dan Frank? Nee, ik gun het Frank, want hij is wel echt een voetbalfanaat. Oké. Nou, in ieder geval... Maar Nick Roos had ook 2 mensen mee. Had jij ook 2 mensen mee? Nee. Oh. Maar... Ik zie dat allemaal voorbij komen. In ieder geval... Ja, sorry. EK, vertel. Wat dus heel grappig was. We gingen dus naar Hamburg, inderdaad. Ik luister wel even. Je ging naar het EK. Sjan, wat ben jij lullig vandaag? Ja, ik weet het, maar ik... Jij, jullie allebei, hoor. En iedereen klikt je weg. Je verdient echt... Stop, hou op. Jongens, even je bek houden. Steve, je ging naar het EK in Hamburg. En wat was er toen grappig? Nou, we zaten natuurlijk onderweg in de bus. En toen zaten we daar al voetbalwedstrijden te kijken. We gingen met de bus heen. Zaten daar al voetbalwedstrijden te kijken. En Frank gaat natuurlijk dus gokken op die voetbalwedstrijden. Ja. En ik denk, nou, Frank is een verfijnd gokker. Die weet precies wat er moet gebeuren. Dus ik zeg, Frank... Ik doe met jou mee. Alles wat jij doet, doe ik ook. Ja, want Frank is gokverslaafd. Precies. Ja. Dus ik denk, alles wat Frank doet, doe ik ook. Waanzinnig. Nou, in die bus, wij gokken, niks goed. Geen één. Alles wat hij zegt, letterlijk wat hij zegt, het tegenovergestelde gebeurt. In alle situaties. Dus toen dacht ik al van, nou oké, prima. En toen kwam die wedstrijd Nederland. Dus ik zeg, Frank, ik vertrouw jou nog steeds volledig. Ik zet precies wat jij zegt. Hij zei, oké, we gaan dit en dit doen. En toen hoorde Kai en een vriend van Kai hoorden daar ook van Frank gaat gokken. Zij zeggen, wij doen ook mee. Dus er stond echt serieus best wel geld op een gegeven moment op een bepaalde uitslag. En Frank zegt, dit gaat er gebeuren. En dat was best wel, nou, op zich... Wat was de uitslag? Frank zei, we moeten op Nederland zetten met een handicap. Dat houdt in dat Nederland minimaal met 2 doelpunten verschil wint. Nou, we hebben allemaal gekeken. 2-1. Ze hebben niet met 2 doelpunten verschil gewonnen. Nou, Frank had ook nog Kai en zo helemaal overgehaald om nog allemaal andere sidebets te doen. Wie als eerst scoort, wie het meeste corners, whatever. Die hadden echt alles erop zitten. Ik had alleen die ene bet. Niks was weer goed. Wederom. En Frank heeft gewoon alles verloren. Elke wedstrijd die we daar hebben ingezet. Maar hoeveel geld had hij ingezet in totaal dan? Ja, dat is dat ga ik natuurlijk niet voor hem zeggen. Maar wel voor tegen ons. Dat kan er toch uit? Ja, oké. Dan moet het even gebliept worden. Ja. Die jongen heeft echt zo'n probleem. Hou je bek. Ik zweer het je. Wat? En het is ook niet eens voor een video of zo. Nee, dat doet hij gewoon. Jezus. En toen zei ik, oké, maar nu ben je even klaar. Hij zegt, nee, we gaan nu weer verder met de volgende. Dat zei... We gaan het weer terugverdienen, zegt hij. Ja, maar we zeggen het ook serieus tegen. We stoppen hiermee. Maar... Ja, Bram was echt woedend. Hij zei, we gaan maandag naar Jellinek. Maar het kwam gewoon, Bram werd iedere keer echt woedend. Ja, dat snap ik ook. Maar je ziet het ook in de vlog van Frank. Hij heeft er een vlog van gemaakt. Oh, oké, dus het is wel voor video. Nee. Okay. Dat doet hij gewoon het hele EK. Hij doet het elke wedstrijd van het EK. Zet hij geld in het hele week EK door. Ik hoop dat we allemaal... dat we gewoon gaan winnen. Ja, wat denk je? Luister, heb jongens. Heb je ook een lievelings-EK-nummer? Jij sowieso die met dat matje. Waka waka. Met dat matje uit Den Haag. Ja, kennen jullie die? Nee. Ik oh, de Nederlandse. Tegen ze van het matje. Ken je dat? Ja, die nee, hebben ze allemaal aangehad in de bus. Nee, maar ik wil ook laten we even een voorspelling doen voor de wedstrijd van morgen. Want als het uitkomt, deze podcast, dan weten we dus of het goed is of niet. Ja. Willen we dan ook gelijk een voorspelling doen voor dinsdag? Ja. Het matje. Wat leuk. Ja, ik hou hiervan. Oh ja, is leuk. Heel leuk. Au, au, au. Waar zou die vandaan komen, deze jongen? Maar hebben jullie ook die ene versie gehoord van Engelbewaarder? Oranjebewaarder? Ja. Nee. En dat past ook helemaal niet op die beat. Het is zo door, joh. Van, het wordt prachtig, net als in 1988. Zingt hij helemaal zo. Ja, wacht, maar dit is toch voor een reclame? Ja, ook.
Maar ja. Het is ook gewoon, ja, dat nummer bestaat. Oh, dus het klinkt heel raar. Hey, maar jij wil inderdaad voorspellingen. Ja, laten we dat doen, want morgen speelt Nederland-Frankrijk. Maar zeg ik heb gewoon geen idee, want ik weet niet hoe goed Frankrijk is. Maar wat denk maar. Je? Nou ja. Ik denk dat Nederland morgen 3-1 gaat winnen. Ah, zo. Is dat logisch? Nou ja, Frankrijk is maar wel echt een Frankrijk goed is land. Het niet, of wel? Ja, alles oh, kan. Kut. Ja, dan maar, zeg ik... Luister, Mbappé. Ja, die speelt niet mee. Ja, dat is wel een sterspeler. Een neus. Oh, misschien toch wel? Oh, ja, ik zit er ook niet helemaal in. Hij lijkt op een Ninja Turtle. Ja. Ja, heb je dat gezien? Ja. Hij lijkt echt op een Ninja Turtle. Nee, dan zeg had ik... Toch ook van zijn team had hij zo'n masker van Ninja Turtles gekregen. Van zijn neus, ja. Hé! Hey. Messi, Philippe. Ja, we waren de vorige keer bij de WK-finale in Frankrijk. In Lille. Met de Fransen. Maar verloren. Ik zeg... Weet je wat ik toen... Weet je nog wat ik zei? Dat ik zei van... fuck Argentina! Dat al die mensen zo... Ah! Oh, echt? Dat is echt heel grappig. Ik moet die video even kijken. In ieder geval, ik denk... Ja, maar wat is het dan? Wordt het dan weer 2-1? Nee, 3-1 zei jij. Dus dat kan. Nederland. Dat kan best wel. Wat zeg jij? Ja, ik denk dat ze... 3-2 maak ik ervan. Ik denk dat ze 2-2 gaan spelen. 2-2. Dat vind ik wel een saai antwoord. Ik ook. Ja, toch saai. Wedstrijd wordt bloedstollend. Let maar op. Nee, zeg even wie er wint. Er wint één iemand. 2-2 vind ik niet tellen. Denk jij dat Frankrijk gaat winnen? Ja, je moet een winnaar kiezen. Ik denk wel dat Frankrijk dan met 2-1 gaat winnen. Oké. Ik denk 1-1. Je bent echt een domme lul. Jezus. Wat is hij vervelend. Ik maak er 3-2 voor Nederland van. En als het zo is, dan krijg ik een cadeautje van jullie. Oké, maar dan ook voor mij en ook voor iemand... jou. Dus wat zeg jij? 3-2 Nederland. 3-2 Nederland. Ik zeg 2-1 Frankrijk. Is het 2-2? Nee, je mag het wel. Het was een mag ik, ja, mag ik zeggen? 2-2. 2-2 vind ik ook een mooie uitslag, hoor. Jij zegt 1-1? Nee, dan zeg ik... Dan zeg ik gewoon 1-0 voor Nederland. Oh, dat zou ook wel leuk zijn. Nee, het is wel een beetje saai dan. Nee, het hoeft niet saai te zijn. Nee, hoeft maar helemaal niet. Ik wil wel dat... Ik zet op Nederland winnen. Okay. Natuurlijk. Oké, ja, ik... als Weghorst erin komt, dan winnen we. Ja, dat is leuk. Nee, maar luister, dat is grappig. De mensen die dit nu luisteren, die weten hoeveel het is geworden. Dus, ja. 3-2. En als ik win, of jullie, als een van ons gelijk hebt, krijgen jullie een cadeautje. Ja. Okay. En wat zeggen we over Nederland dinsdag? Asfria, waar jij bij bent? Oh, waar ik bij ben. Nou, dan gaan ze winnen. Ja, dat moet wel. Ja, ik denk 4-2 Nederland. Is Oostenrijk een beetje oké? Okay? Ik weet het niet zo goed. Mm. Moi, oké. Okay. Mm. Okay. En het voetbalteam ook. Ik zeg 3-1 Nederland. Zo. Ik zeg 2-0 Nederland. Solid. Ja, ik heb geen idee. Maar ik hoop dat het 4-2 wordt. Want dan gaan we lachen en brullen en scoren in dat ding. Hey. Mooi. Alright. Nou, lieve bedankt. Mensen. Laten we nog even... weet je... We hadden het nu even over voetbal. Ja. Bedankt voor het luisteren. En like en abonneer. U zitten allebei gewoon op Instagram te scrollen ondertussen. Ja, ik kreeg ineens een melding van je favoriete podcast. Die je kan volgen op Instagram en TikTok. Hey! Bedankt voor het luisteren allemaal. Vergeet niet jouw onderwerp in te sturen die wij moeten bespreken. Ja, en vergeet ook niet te liken en te abonneren. Ja. En vergeet ook niet wat minder scheten te laten, alsjeblieft. Want dat is hartstikke inderdaad. Vies. Ik ruik het zeg hier je helemaal. Tegen Sjan? Ja. Nee, tegen het luisteren. Nee, dat ik heb hier niks mee te maken. Oké. Doei. Hoi.